Hey gasten, leuk dat jullie weer kijken. Dit is de FIFA Experience en vandaag gaan we een nieuwe episode doen van FIFA Ultimate Team World Cup. Zoals je kan zien hebben we een nieuw team gemaakt. Het is een Engels team. Al zeg ik het zelf, is het best wel een goed team. Ik zal hem even snel doornemen. Op doel hebben we 78 algemeen Foster, centraal Smalling en Jones en ook Cahill trouwens van 80 algemeen. Rechtsback de snelle Walker, linksback Gibbs van Arsenal, ook een goede prima verdediger. Gerrard op het middenveld, veteraan. En Lampert op middenveld, ook een goede veteraan. En CAM hebben we Barkley, goede talentvolle speler van Everton. Spits natuurlijk, Sturridge, hartstikke snel, 90 maar liefst. Linksmid hebben we Young, we spelen dus 4-3-3. Met een linksbuiten en een rechtsbuiten, maar we doen een linksmid en een rechtsmid. Want Engeland heeft geen linksbuiten en rechtsbuiten, dus daarom gebruiken we Young. En aan de andere kant hebben we Sterling. We hebben ook nog andere goede wissels zoals Welbeck en Oxlade-Chamberlain. En nog een paar andere, maar dit is hoe we gaan spelen. En dan ga je nu de groepsfase zien. Oké, dat was dus de groepsfase. Gelukkig waren we nog eerst geworden. Ik dacht eerst van, toen we die eerste wedstrijd verloren, dacht ik van, nou, nu moeten we echt gaan strijden om tweede te worden. Maar we kwamen nog net precies met doelpunt saldo, was ongeveer gelijk, maar we hadden net nog gewonnen. Dus waren we eerst geworden, 2,5k munten. Dus kan je zien, we hebben nu 10k munten, dus kunnen straks 2 van 5k. Gignac, die hadden we al, dus die kan gelijk weg, helaas. Even snel die andere twee pakjes openen en dan snel aan de 5k pakjes beginnen. Want daar hebben we natuurlijk de meeste kans op goede spelers. Laten we hopen dat we een paar echte goede die we dan niet hebben natuurlijk. Wie is dit? Dit is Cavani. Oh, fucking nice jongens. Gewoon een standaard pakket. Die hadden we zeker nodig voor Uruguay. Kunnen we binnenkort ook een keer een team starten met Uruguay. De enige die we eigenlijk nog missen van Uruguay is natuurlijk de beste speler Suarez. Maar die zullen we vast wel binnenkort een keertje krijgen. Maar Cavani is al een hele grote stap naar een heel goed Uruguayaans team. Oké, nou laten we hopen dat we nog een keer zo'n goede speler gaan krijgen. Ik denk niet dat het gaat lukken, maar misschien wel. Je weet maar nooit, Cavani was 87 algemeen. Soms zijn die één spelerpakketje gewoon hartstikke goed. Wie hebben we nu? Het is, nou. Dan heb je een hele goede en dan heb je een hele slechte. Hagigi, 47 algemeen. Kan gebeuren. Hadden we al. Als we hem nog niet hadden, vond ik het trouwens nog ineens zo erg. Want het is gewoon vet om alle spelers proberen te verzamelen. Alleen deze hadden we al. Oké, dan gaan we nu over naar de 5k pakketjes. Daar kunnen we dus 2 van openen. Laten we hopen op een paar goede spelers. Gewoon een paar goede Europeanen of zo. Goede Duitser. We hebben nu Jalette rechtsback van Frankrijk. En Menes een rechtsmid van Frankrijk. Dat kunnen we wel dus met de 4-1-2-1-2 spelen. Want we hebben dan ook Nasri linksmid. Dus dat komt misschien wel goed uit. Nog een 5k pakje. Vorige keer dus Menes, goede speler. Laten we nu ook op Ribéry. Die zou helemaal ziek zijn om die te hebben. Of een andere hele goede speler. Kom op. Iets goeds, kom aan. Nocerino voor de rest. Ah, heel veel conditie zeg. 4 keer. En wat had weer Lika, Gilas. Maar die hebben we allemaal helaas. Oké, daar gaan we dan. Wij gaan wel aan het rood. Ja, maat. Jongen, wat de fuck wil je nou? Precies.
Let's go. 89 algemeen. Oei, 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 oei. Hij heeft ook gewoon nog die 100 chemistry zonder een manager. Dus hij zal een aardig goed team hebben. Messi, Suarez, Di Maria, Neymar, James, Vidal, Garay, David Luiz, Marcelo, Dani Alves en de keeper nog, waarschijnlijk Muslera of de Julio César. In ieder geval hartstikke sterk, maar daar zijn wij niet bang voor. Wij gaan er gewoon vol tegenaan en we gaan hem even afdrogen, die vent. Mooie actie van Walker. Snelheidsduivel nu met de voorzet naar Young. Young die kwam er wel tegenaan, maar hij kon niet meer naar beneden koppen. Die Maria op het middenveld. Ah, oh, nee joh. Walker. Ah, tering. Ja, 1-0 al achter. Waarom deze celebration, man? Dat is toch geen Messi? Messi zou zoiets nooit doen. Geen buitenspel. Ja, kut. Kopsturretje met sneller. Tuurlijk, jongen. Goed. Ah, Daniel Ves. Een neppe sliding nog op het laatst. Oké, kom op Sterling. Ja, neemt toch prima mee. Nu schieten. Ah. Julio César hield hem tegen. Nee, nee, nee. Neem het. Ah. Ja, jongens. Oké, jongens. De hoop is weer een beetje terug. Mooie goal van Lampard. 2-1, kan nog steeds. We moeten gewoon echt keihard strijden. Maar ja, twee keer zo'n kut goal van Messi. Valt altijd even zwaar. Het is echt gewoon meer dan 100% moeten we geven. En dan winnen we misschien nog. Oké, okay, mooie overstap van Young. Young, doorgaan jongen. Oh, mooi. Teruglijden op Sturridge schiet. Ja hoor, 2-2 en we zijn weer terug in de race. Ja, ja, Sturridge. Wat is dat jongens, wat, come on. Laat je zorgen voor Engeland. Zo, dan even felle sliding trouwens. Want zoals de penalty natuurlijk geworden. Maar liever gewoon gelijk deze goal. We staan weer gelijk. Mooie actie van Sterling. Sterling gaat nog door. De voorzet naar Young. Ah, Young, kop hem nou eens naar beneden, jongen. Dat is de godverdomme tweede keer al. Dan kunnen we beter Welbeck erin zetten, want die kan tenminste wel zijn linksmid nog gewoon goed koppen. Wow, druk. Maar Sterling gaat door. Oh. Nee, jongens. Nee. Ik kan bijna al geteld. Oké, nou, we gaan rusten. Het staat 2-2. Op het begin waren we echt even heel slecht. We werden even helemaal de pan ingehakt. Maar toen pakten we ongeveer rond de 30ste minuut. Pakten we onszelf heel goed op. Scoorden we twee keer. En toen kreeg ik zelf nog kans om zelfs op voorsprong te komen. Dat zat er helaas niet in. Maar als de tweede helft gewoon die lijn van de eind eerste helft door kunnen trekken. Dan moeten we wel winnen. Laten we het hopen. Zo, jezus. Die Messi, joh. Di Maria was het. Vies doorgegleden, zeg. Nee, joh. Oké, weg, keeper. Prima, jongen. Huppakee. Dag als Di Maria, die had net geel gepakt. Door de vieze overtreding. Als die dan zelfs gaat scoren. Zou helemaal vies zijn. Oneerlijk. Sterling, ja, die draait goed weg. Nog man voorbij, ja. Ja. Sterling, ja hoor. Come on, wat een actie van Sterling, zeg. Twee man of drie man voorbij gesprint. Toen goed het doekje gezocht. Keepertje kansloos. 3-2. We gaan aan de leiding. David Luiz zat helemaal verkeerd. Toen was het simpelweg gewoon 1-1. Sterling kan het wel afmaken. Nu de goede paas. Come on. Yes. Sturridge. Ah. Keeper met de redding. Oké, nou. We houden wel een corner over. Ja. Keeper kan een beetje vaag uit. Oké, Gerard met de corner. Kun je hem tegenaan koppen? Ja. Ah, wat is... Nog een corner. Nee, jongens. Ah, oh, de redding. Ah, oh, maar ja. Dan staat Suarez gewoon voor open doel. Eerst een mooie redding van Foster, maar dan... Fucking Luigi Suarez. 3-3 staat weer. We kunnen weer aan de bak, helaas. Voorzet, ja. Sturridge, jongen, wat de...
Oh, hoe hou je het in je hoofd om op zo'n moment zo'n debiele actie te maken? Ja, als hij had gezeten was het natuurlijk geniaal, maar het is gewoon, zo'n bal moet je gewoon binnenkoppen. Geen omhaal proberen. Drukt ook helemaal niet op LT of zo. Dat is gewoon debiel. Nee, dat kan niet. Oh, jezus. Nog een aardige redding van de keeper. Nu worden wij weer onder druk gezet. Die corners zijn natuurlijk ook altijd kut. Ja, ja hoor. Keeper, what the fuck doe je, man? Oké, nou, we kunnen weer aan de bak. Dus 75 minuten en we staan weer 4-3 achter. Come on, Sterling. 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 Scheids, scheids. Ah, man. Oké, Sterling is wel op dreef. Kom op, Young. Die is voor jou. Ja, goed, Young. Terugleggen, terugleggen. Sturridge. Sturridge, ja hoor. Weer. Goede actie van Young. Gaat naar binnen. Legt hem terug op Sturridge. En Sturridge maakt hem prima af. Staat er 4-4. Kan weer alle kanten op. David Luiz hapt er natuurlijk weer veel te veel die in kwam en slijm. Maar zo is hij gewoon een beetje deze tegenstander. Hij is gewoon heel fel. Als hij de bal heeft, dan heeft hij de bal. Maar oh shit, Suarez gaat daar. Moet hem even tegenhouden. Kom jongens, kom. Kom op. Nee. Jezus. Nee, jongens. Oké, gelukkig, man. Keeper stond goed. Keeper komt uit, dat is best wel gevaarlijk. Als wij hem kunnen opvangen, maar dat kunnen we niet. Oké, nou, wordt de verlenging. Staat nu 4-4. Man, het is wel echt een spannende pot, dat moet ik je wel toegeven. Maar ik heb liever natuurlijk gewoon dat we winnen. Ik denk dat we misschien wel even een paar wissels moeten brengen. Young heeft alles gegeven, maar misschien moeten we hem toch wisselen. Hij heeft wel goed gedaan. Vooral op het laatste, want dan ging hij alleen maar met acties eroverheen. Maar als we gewoon nu Welbeck en ook Sleet brengen, die zijn gewoon helemaal fit. Die kunnen gewoon volle bak gaan. Ik denk dat we hem dan gewoon eroverheen kunnen gaan en dan kunnen we hem gewoon kapot spelen. Dus Sterling gaat eraf voor Oxlade. En Welbeck gaat erin voor Young en misschien nog iemand anders. Even kijken wie is er nog moe. Barkley is een beetje moe, die zet dan in voor Lallana. En dan gaan we hem nu, als het goed is, kapot spelen. Welbeck, ja die gaat er ook prima voorbij. Natuurlijk lijkt het allemaal goed te werken. Welbeck, ja die gaat goed door. Welbeck, ah hij wordt op het laatste tegengehouden, maar we houden een corner over. Gewoon verdiensten van Oxlade, Chamberlain en Welbeck. Oké, de corner. Lallana, ah jongen. Opletten voor de counter. Nee, die is voor ons, gelukkig. Oké, daar gaat Welbeck, kijk hem eens rennen. Ja, mooie paas. Ja, en dat is de 5-4, jongens. Sturridge. 3 goals al deze pot. En nu kan je weer gewoon zien waarom dat zo handig is om na de verlenging gewoon die frisse buitenspelers. Je ziet hier gewoon Welbeck. Tweede keer dat hij gewoon even eroverheen gaat. En gelijk gewoon een goal. Sturridge staat altijd waar hij moet staan. Oké, nou we gaan rusten. Eerste helft van de verlenging is voorbij. We staan 5-4 voor. We staan weer aan de leiding. Hij heeft echt geen enkele kans gehad. Dus dat is een goed teken. En wij wel een paar kansen. Welbeck en ook ze doen prima. Laten we hopen dat de tweede helft gewoon nog het kunnen beëindigen. En gewoon de winnende en beslissende goal kunnen maken. Scheids, ze stonden over opstaan. Alle twee zitten daar een beetje nokkie op de grond te liggen. Te kermen van de pijn. Ja, kramp natuurlijk iedereen. Walker niet, want die kan altijd blijven gaan. Ja, oké, voorzet naar Lampard. Lallana, kom op jongen. Lallana, ja hoor, come on. 6-4, 120 minuten Lallana. Nu is het gewoon klaar. Het is done. En David Luiz en de keeper is zelfs ook mee. Oké, onze keeper bokst hem weg. Kan iemand van ons nog erbij? Nee, hij fluit af, yes. 6-4, het was wel echt een spannende pot. Maar we hebben gewonnen, het was het allemaal waard. We gaan door naar de kwartfinale. En ja, de laatste 16 was al zo lastig. Ik ben benieuwd wat de kwartfinale gaat worden. Maar dat zien we dan voor de volgende wedstrijd weer. In ieder geval, hartstikke bedankt voor het kijken. Als je het leuke aflevering vond, geef dan een duimpje omhoog. Dan zien we de volgende keer weer en dan gaan we verder met Engeland in de kwartfinale. Later.